Jullie komen net van het podium af, de Noordstage. En het was echt, het ging redelijk los. Vond je het goed? Ik vond het goed, sowieso. Hoe vonden jullie het? Wij waren heel erg goed. Ik vond Fiesta heel goed. Wij zitten er ook lekker in. Ja, we hebben natuurlijk een lange tour. We zijn goed bij stem. We hebben leuke liedjes. De nieuwe liedjes doen het goed. Wij hebben er lol in. Alles gaat aan elkaar. We bewegen nog goed, zeker voor onze leeftijd. En het was gewoon heel erg leuk. Ja, jij zegt het al even, die enorme tour. Vorig jaar natuurlijk het album. Ja. We spraken elkaar op Concert at Sea, weet ik nog. En toen begon het allemaal, die tour. Ja. En dat is nu... Toen was het album nog niet uit, toch? Nee, augustus kwam het toen uit. En dat is nu een soort van half achter de rug. Komen natuurlijk nog wel een paar data. Maar het is allemaal gelukt. Ja, hoe voelt dat dan? Want als een cadeautje van de mensen, van het universum. Het klinkt heel dom, maar het is toch wel sick om... dit weer zo mee, dat voelt als een nieuw succes op een of andere manier, terwijl we altijd wel gewoon lekker gingen. En het is ook heel tof om gewoon heel veel jonge mensen vooraan te zien. Ja. Dat is wel echt gek. We hebben altijd wel jonge mensen vooraan. En dan heb ik het over 15 tot en met 18 vooraan. Nu is het 15 tot en met 18, maar dan is het achterrijen dik en ze hebben, je kan niet heel makkelijk meer stage duiven. Dat is het een beetje, want die armpjes zijn heel dun en in het andere armpje zit een telefoon. Ja. Of een vape. Of een vape. Of wat doen ze? Of een fatbike. Ja, fatbike. Het is wel een idee om een drive-in optreden te doen. Allemaal kids op fatbikes. Ja. Met helmen. Ja. Eigenlijk wel. Ja, het leuk zou dat zijn. Maar sowieso staat er ook nooit een DJ-boot bij een skatepark. Nee. Nou ja, dat is een grote gemiste kans. Zoveel dingen om nog in te vullen. Toch? Wel, ja, stem op mij. Maar ik wil natuurlijk niet te veel in de toekomst en alles. Maar je viert nu gewoon ook het album, toch? Het is ook heel tof om te zien al die mensen die al die jaren jullie trouw zijn gebleven. Dat er ook weer nieuwe mensen bij zijn gekomen. Ja. Maar wat voor punt sta je dan nu? Van oké, wat gaan we nu doen? Het punt om gewoon altijd door te gaan. En in principe staan we altijd wel op dat punt. Het klinkt een beetje arrogant, maar het is wel gewoon doorgaan en lekker gaan. Maar volgend jaar bestaan we 20 jaar. En dan gaan we wel echt... Voel je hem er naartoe gaan? Ja. Goed, hè? Volgend jaar bestaan wij 20 jaar. Dankjewel voor dit voorzet. Je moet ook niet met mij praten. Ik ben heel dom. Jij is anders slim. Ja, maar dit is ook dus bijzonder. Ja. Dat vinden wij ook niet helemaal. Dit is bijzonder. Is wel waar. Maar wat ga je volgend dan doen? Volgend jaar gaan we iets heel geks en iets heel guts en iets heel sicks doen. En we gaan het hele jaar vieren dat wij 20 jaar bestaan. En dan dat komen, ik wil nog niet te veel zeggen, maar we gaan wel een paar hele gekke dingen doen. Die nieuw zijn voor ons in ieder geval. Ja. Want hoe is dat nou? Want wij zijn ongeveer even oud allemaal. Ik ben 56. Ja, bijna allemaal even oud. Maar de grap is natuurlijk wel dat steeds wordt aangehaald. Hè? Van wat is gebeurd 19 jaar geleden? Van 20 jaar. Dat is gewoon leuk. Ja, tuurlijk. Wij zijn een stukje van Nederland. Wij hebben Nederland gevormd. Ik weet niet precies hoe. Maar het is wel, we zijn er wel al 20 jaar, dus wel op een manier. En dat is gewoon heel goed voor mijn ego. Ja, daar doen we het ook allemaal voor. 100%. Eerlijk gezegd, waarom zou je anders rappen? Ja, heel veel mensen van mijn leeftijd, van mijn oude leeftijd, 56 jaar, die glijden allemaal in zo'n midlife crisis. Omdat, ik weet het niet, ze hebben gewoon heel veel dingen niet... Voor hun gevoel tenminste niet gehad of niet gezien. Niet gemiste kansen. Gemiste kansen. En daar zijn jullie voor. Het is gewoon één groot vergaarbak van vervlogen dromen die alsnog... Ik weet ben gewoon blij dat ik de mensen die geven mij het gevoel dat ik toch goed bezig ben. En niet mijn vrouw hoef te verlaten om een DJ een pottenbak carrière te ambiëren. Ik vond dit een hele mooie duidelijke punt. Ik ook. En onze liedjes zijn ook gewoon, die oude liedjes zijn ook nog gewoon heel leuk. Wat is gebeurd? Ja. Mensen vragen me wel eens, word je er niet misselijk van om weer Wat is gebeurd te doen? Ik zeg nee, zeg ik. Nee. Ik zeg nee, want het is een heel leuk liedje. Het is heel goed. De mensen vinden het leuk. Het is nog steeds een heel goed liedje. Het heeft de tand destijds doorgestaan. Dus ik zeg nee. Zie je, lopen jullie me weer uit te lachen. Nee. En dan loop ik straks weer weg van een interview. En dan heb ik het weer gedaan. En dan heb ik wel mijn scoop. Ja, maar scoop. Ik vind dat mooi met formule. Dat als dat
begint, dan... Dan gaan mensen, dan worden... Dat is echt wel magisch. Even dieren met z'n allen. Dat is echt wel magisch. Ja, dan worden we weer even dieren met z'n allen. En zwijnmensen. Zwijnmensen, inderdaad. Hoe het vroeger was. Maar ook de nieuwe hits zijn ook leuk. Dan heb ik het over een twerking. Ik heb het over een... Waar heb ik het over? Heb het over een Dindy Boy Moderno. Ik heb het over een Housie. Ik heb het over een Jakkaman. Ik heb het over een Goed Nieuws. Zo zijn er een heleboel hits die allemaal leuk zijn om te spelen, om te doen. Mensen die gillen. Mensen met emoties in hun gezicht. Handen gaan omhoog. Er wordt meegezongen. Het zijn leuke tijden voor ons. En allemaal op een fatbike. En als er dan gescoord wordt, ja. Natuurlijk gaan de mensen dan gillen. Maar nog even over dat over vette dingen volgend jaar. Ja. Tipjes, sluiers. Ja, sowieso. Sowieso typische sluiers. Ik mag niks zeggen je van Fiesta. Je moet het even zo. Ja. Ik mag niks zeggen van Fiesta. Voor mij mag je alles zeggen. Nee, zie je de als je hier. Kijk ken maar, je deze truc? Kijk maar hoe we in de bus dan in de bus met je doen. Ja, zeg het maar. Zeg maar wat wij gaan vieren. Doe het! Waar het is, hoeveel mensen er komen. Doe het! Ga naar Tequila Party. Ga naar Tequila Party. Je gaat het zien. Dankjewel, guys. NPO Radio 2.